Wat papperie pooping, jeez. Ik viel bijna, maar dat maakt niet uit. Het is op het moment een dinsdag. Mezelf kennende zien jullie dit echt pas een week later. Want ik ben nog steeds bezig met het bewerken van vlog nummer 5. Maar zoals jullie kunnen zien, ben ik op het moment in de bergen. Het komt omdat ik vandaag op zoek ben naar wat van onze schapen. Jullie hebben gezien dat we een hele hoop schapen hebben geschoren. Maar dat zijn niet alle schapen die we hebben, er zijn er nog meer. Er zijn sowieso al een heleboel lammetjes verkocht voor vlees, voor lamskebab en dat soort dingen. Maar we hebben er nog een paar. En daar ga ik nu even naar op zoek. Als ik wat kalven tegenkom die eventueel, neemt die ook mee. Maar dat betekent dat ik dus nu even een bergwandeling aan het maken ben. Dit hele gedeelte berg waar ik nu op loop, ook allemaal hun grond. En ergens helemaal bovenaan hebben ze een soort van klein hutje. En er is gewoon een grote kans dat de schapen die hier nog in de berg rondlopen in de buurt van het hutje zitten. Dus ik ga daar nu heen lopen. Dan moet ik even, ik moet sowieso onderweg luisteren of ik misschien bellen hoor van die schapen. En misschien van koeien en dan stuur ik ze naar beneden. Ik ga wel proberen om jullie wat van de omgeving te laten zien en zo. Maar ik moet wel de hele tijd luisteren. Of ik niet heel toevallig, oh, ik val bijna, de bel van een schaap hoor of zo. Dus ik ga niet heel veel praten, denk ik. En ik heb de hele tijd heel fijn een soort van, oh, de koeienmest dringt mijn neus binnen. Want we moesten net een pijp vervangen. Omdat er wordt nu bemest. Een van de pijpen was gebroken. Nou ja, gore zooi allemaal. Bemesting. HD kwaliteit. Murt is echt al de hele dag naar koeienmest. Sick as fuck. Je hebt daar een paadje lopen. Dan zie je daar wat groen. Dat is ook allemaal nog land van de boer. En kijk wat ik vind. Een van de kalven. Maar deze kennen we al. Oh, hier hebben we er meer. We zijn allemaal naar boven gegaan. Kun je hem zien? Maar dit zijn niet de kalven waar ik naar op zoek ben. Dit zijn nog wolgestanten. De keer dat we dat schaap van de berg naar beneden moesten slepen. Maar ik hoor niet echt heel duidelijk daar ergens een belletje. En meerdere stanten. Maar het belletje klinkt steeds luider. Ik zie op het moment één schaap. Dat witte vlekje daar. Ik weet niet of er nog andere zijn. Ik hoor er meer. Twee. Zijn er maar twee. Maar ja, ik heb woord gekregen om nog verder de berg op te gaan. Om te zoeken naar de andere schapen. Maar het probleem is dat ze lopen wel de berg naar beneden. Maar zeg maar niet in de richting van de boerderij. Ze lopen zeg maar de andere richting op. Ik hoop dat dat dan niet een al te groot probleem is. Ik hoor weer een nieuw belletje. Er zijn hier sowieso wat schapen, maar waar? Ik hoop ook dat ik ze niet al te erg afschrik. Oh, wow. Ik zie opeens een struikje bewegen. Kijk, komt er daar eentje aan. Ik zie er drie. Die koppen ook altijd. What the fuck is dit? Even kijken of ik hier naar beneden kan zonder te vallen. Het zou gewaardeerd worden. Dat is dus de kant waar ik niet wou dat ze heen gingen. Ik zie er nu vier in totaal. Vijf. Oké, hier moet ik even Julian over bellen. Oké, dat waren in totaal 7 schapen. Ik denk iets van 4 schapen of 4 lammetjes. En dan andersom 4 lammetjes, 3 lammetjes en 4 schapen daarbij. Op die manier. Ze zijn gewoon uit zichzelf rennen ze al gewoon een stuk naar beneden richting de boerderij. Want ja, ze kennen dat. Ze weten dat ze daar zeg maar heen gaan. Of dat voelt vertrouwd die weg. Ik hoop dat ze niet omhoog komen. Maar ik ga verder de berg in. Richting de cottage. Want misschien zijn er meer schapen. Dat weet ik niet. Ik heb dus nu in totaal 9 gevonden. Nou, dan had ik misschien eigenlijk eerst even naar moeten kijken. Maar misschien zijn er meer. Maar ik ga sowieso even naar de cottage om te kijken of daar misschien nog wat van die kalven zijn. Jongens, dit is zo mooi hier. Ik wou gewoon dat ik gewoon een goede HD-camera had ofzo. Dat ik jullie dit gewoon goed kon laten zien. Dit is zo ziek. En het is gewoon echt puur alleen berk. Gewoon een gigantisch berkenbos is dit. En dan hebben we hier een heel gezellig watervalletje. Maar het ziet er echt uit alsof de stenen gewoon uit zijn gehakt. In een soort van trappetjespatroon. Maar hier, kijk. En dit watervalletje betekent dat ik heel dicht in de buurt van het huisje ben. Ja. Hier hebben we de top van de waterval. Daar begint de waterval. Ja, hier komt gewoon het water vandaan.
Maar het water hier is gewoon vreselijk schoon. Dus dit heb ik ook al vaker gedronken. Het is dat ik nu 2 flessen water bij me heb dat ik hier nu uit drink. Maar anders zou ik dat gewoon kunnen doen. En dan ben ik al bijna bij de cottage. Achter dit stukje heuvel. Oh man, ik ben helemaal dood. Ja, ik zie het al. Jullie ook? Kijk. Wauw. We hebben het gevonden. Joehoe. Dutje. Oh man. De zon schijnt echt volop. Het is warm. Ik weet niet waarom, maar ik heb besloten om een lange truiachtig ding aan te doen. Ik heb nog geen schapen en koeien gehoord of gezien. Ik moet op een moment heel erg nodig schijten. Dat zit ook niet mee. Ik heb dorst. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar ik ga zo meteen naar dit heuvel gebeuren hier zo. Om even te kijken en te luisteren of ik nog wat schapen zie of hoor of zo. Maar ik moet eerst even een berichtje achterlaten in het gastenboek van het dutje. Hier. Kijk nou wat leuk. Wat schattig. Pittoresk klein huisje. En dan hebben we hier het gastenboek. Oh kijk, er staan allemaal dingen in. Ja kijk, hier heb ik eerder geschreven. Dit was van het meisje uit Taiwan. Livia, or Li Pai Xuan. Handtekening. Oh. Het is vandaag 11? De 11e? 12. Dat is 12. 12. 09 17. Up here while searching. What the fuck is dit voor een ha? Searching for sheep and have found 9 sheep so far, but no calves. The cottage is still as cozy as ever. Or in Dutch, gezellig. Ja. Nou. Hartstikke wat een prachtige praal, jongen. Kijk, dit huis heeft een paar hele interessante sloten. De eerste is namelijk een bel die we er zo neerleggen zodat hij niet open kan. Klopt het? Ja, uit. En dan doen we deze dicht. Oh, druppelt water van dit gras in mijn nek. Dan is de bedoeling, als het lukt. Oké, we doen eerst het touwtje. Een deurklink. Dan draaien we de spijker om. Voila! Alrighty then! Dit is een liksteen voor schapen als die hier komen. Maar als het goed is dus niet meer. Jongens, dit is zo mooi. Ik zal de link van de huisjes die de boer verhuurt ook gewoon even in de beschrijving zetten. Ik zal het ook even bij alle andere vlogs doen. Want dan kan je kan gewoon huisjes huren. Ik ben zelf daar gaan mijn moeder en mijn zusje. Dus ook als die hier komen een tijdje of een week in zitten. En ja, weet je, ik raad jullie echt aan om gewoon een keer hier te komen. Want het gebied is zo mooi. Het is echt, het is ongetwijfeld mooi op andere plekken ook. Maar ik weet niet, dit is gewoon, het is gewoon zo mooi. De huisjes zijn ook hele goede kwaliteit. Even kijken, ik zocht naar iets. Hier wat ook heel chill is aan Noorwegen, en ik weet niet of dat puur alleen fucking takje. Ik weet niet of dat echt alleen dit gebied is, maar je hebt heel veel blauwe bessen. Hier heb je ook wat zwarte bessen, maar je hebt gewoon heel veel wilde blauwe bessen. En die kun je gewoon eten. Ze zijn over het algemeen niet zo groot als de blauwe bessen die je normaal gesproken in de supermarkt vindt of zo. En ze zijn ook ietsjes duurder. Wat? Ze zijn ook ietsjes zuurder. Maar ze zijn wel heel erg lekker. En ja, er zijn er gewoon echt heel veel van. Eigenlijk overal waar je kijkt, kan je wel gewoon een blauwe bes vinden. Dus gewoon na een half uurtje plukken, heb je gewoon bijna genoeg bessen voor 2 potten jam of zo. Dat is ook wel gewoon heel erg leuk hier aan. Dus als je houdt van jam maken, kom dan naar Galvosbroek in Noorwegen. Dan kan je lekker blauwe bessen plukken en jam maken. En er is hier nog een ander soort bes die ik op het moment niet zie. Oh, kijk. Allemaal schaapkeutels. Waarschijnlijk zijn er daarom zo ongelooflijk weinig bessen hier. Maar dat zijn, het zijn nog wat als braam. Ik laat de naam wel even hier zien. En volgens mij is het in Noors een motte. En die zijn heel zeldzaam en heel specifiek voor dit gebied. Je kan voor een kilo iets van 20 euro krijgen of zo. Volgens mij is dat veel. Ik heb geen idee. Tenminste, I don't know. Ja, ik vind het heel jammer dat ik ze niet kan laten zien. Ik heb er wel een paar foto's van, die kan ik misschien laten zien. Het zijn niet per se hele lekkere bessen, maar ze zijn vooral heel speciaal en heel zeldzaam. En die worden vaak hier in Noorwegen dan gebruikt om er saus van te maken bij kerst. Ik hoor een bel. Ik hoor een belletje rinkelen. Ik weet alleen niet of dat dan de schapen zijn die ik al eerder naar beneden heb gestuurd. Of dat het nieuwe schapen zijn. Kijk, dit zijn jongens. Kanonnen. Ja, ik hoor nu wel echt de hele tijd belletjes, maar... Oh. Kijk dit. Dit is toch prachtig.
Dan moeten jullie echt een keer met jullie eigen ogen bezichtigen, jongens. Maar ik moet weer naar beneden. Op zoek naar schapen. Ja. En ik ben zo goed als weer terug op het pad. Volgens mij ook heel dicht in de buurt waar ik die grote hoeveelheid schapen vond. Kijk hoor. Ja, kijk, hier loopt het pad. Voilà. Ja, nou naar beneden en die schapen meenemen. Oké. Dit zijn zijn volgende pad gewoon. Dat is super chill. Maar het zijn 4 schapen en 3 lammetjes. Ja, volgens mij gaan ze op zich wel goed richting huis. Hier, kijk, je ziet dat rood op die bomen. Dat is zeg maar de markers die het pad aangeven. Inmiddels zijn de schapen herenigd. Maar ik heb nu ook nog een kalf gevonden. En dat is goed nieuw. 2! Nice! Misschien zijn er meer, misschien zijn ze allemaal hier. Ja! 4, 5. Woe! Yes, allemaal gevonden. Ik ben zelf een klein beetje verkeerd gelopen. Daar loopt namelijk het pad. Maar ja, jullie kunnen het niet zien, maar ik zie Julian daar lopen. Met een stoet schapen achter zich aan. Dus dat is helemaal goed gekomen. Maar ja, jongens, het blijft gewoon mooi hier. Ik heb ook geprobeerd om die kalven richting de, hoe heet het, boerderij te krijgen. Maar die wilden niet echt, maar die zijn wel dicht in de buurt. Dus dat is goed. Maar ja, ik ga even helpen om die schapen naar binnen te zetten. En dan gaan we ze morgen scheren, denk ik. Wow, dit is Jan uit de toekomst. En we hebben inmiddels de schapen geschoren. Het was wel exact een week nadat ik deze vlog heb opgenomen. En het is gewoon laat, maar het was gewoon druk. En er is allemaal zooi en ik was moe en zo, dus het duurde wat langer. Ik moet wel zeggen dat ik echt al allemaal ideeën heb voor meer vlogs die ik wil gaan maken. Of video's, überhaupt video's die ik wil maken. Maar dat is meer met mijn zicht op als ik weer thuis ben in Nederland. Want dat lijkt me ook makkelijk. Dan heb ik gewoon, weet je, dan ga ik ook kijken of ik misschien aan een statief kan komen met een camera ofzo. Zodat ik gewoon betere en leukere video's kan maken. Want het is ook moeilijk om hier weer eigenlijk een koken met Pierre te doen. Want ja, sowieso moet ik de tafel dan opruimen. En die is altijd een zooi en daar heb ik echt geen zin in. Ik heb ook gefilmd door 2 stoelen op elkaar te stapelen en daar mijn telefoon op. Dus dan kan ik me ook niet makkelijk oppakken om te laten zien, weet je, als ik in een pan bezig ben of zo. Dus ik moet nog even gaan denken of ik nog een video hier kan doen. Ik denk het wel, maar dan moet ik even kijken wat precies. Maar bereid je daarop voor. Op het moment heeft vlog 5 19 likes. In de vorige vlog, je het niet weet, in de vorige vlog was mijn afspraak bij 35 likes. Ren ik een keer de ochtend de rivier in als wijze van douche en zo. Maar ook als challenge. Omdat het is nu 's ochtends iets van 6 graden of zo. En de rivier zal ook niet heel veel warmer zijn. Dus dat heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En het wordt ook steeds kouder. Dus hoe langer het duurt voordat die likes te komen, hoe kouder het wordt. En hoe kutter het wordt om in het water te rennen. Dus laat ze komen. Dus ik zou zeggen van, als je die vlog nog niet hebt gezien, ga erheen, laat een like achter. En als je deze vlog chill vond, laat ook een like achter. Laat een reactie achter met misschien een idee voor de volgende vlog. En ik zie jullie in de volgende video.